Hey beste mensen, Ben van Essen hier van Ashton Music Academy. Ik hoop dat je een hele goede week hebt tot nu toe en dat je misschien al wat mooie muziek hebt kunnen maken. En vandaag wil ik je weer eventjes wat interessants uitleggen. En dat is een tactiek die je gaat helpen om sneller tot goede eindresultaten te komen in de mix. Het is iets wat mijzelf ook ontzettend heeft geholpen om productiever te worden. En dat is wat we denk ik allemaal willen, zeker wanneer je een home studio hebt en dit niet als werk professioneel doet en hier niet super veel tijd voor hebt, maar misschien in de avonduurtje of in het weekend zoveel mogelijk gedaan wil krijgen met de muziek die je aan het maken bent. Dus dan hoop ik dat dit je heel erg gaat helpen. En de tactiek die ik je ga uitleggen, dat is de 10 minuten mix. Het is iets heel simpels, maar het gaat vooral eventjes om de mindset erachter. En want je snapt natuurlijk wel wat een 10 minuten mix is. Maar waarom nou een 10 minuten mix? Nou, dan moeten we eventjes terug naar de wet van Parkinson. En zonder misschien meteen heel wetenschappelijk te worden, zal ik even kort uitleggen wat dat is. De wet van Parkinson die zegt dat werk net zo lang duurt als de tijd die je eraan toeschrijft. Dus stel, je zegt tegen jezelf, ik ga 4 uur over deze mix doen. Binnen 4 uur moet dit af zijn. Nou, dan zul je zien dat het ook 4 uur duurt voordat die mix af is. Maar wanneer je tegen jezelf zegt, nee, deze mix die moet binnen een uur af zijn, dan zorgt jouw brein ervoor dat jij op een bepaalde manier ervoor zorgt dat die mix binnen een uur af is. Dat komt doordat jouw hersenen dan zo gaan werken dat ze zich gaan focussen op de belangrijkste zaken. Dat ze prioriteiten gaan stellen. Nou, en dat is het hele idee achter de 10 minuten mix. Want wanneer je begint met mixen is de verleiding heel groot om meteen allerlei plugins op je kanalen te gaan zetten. Want dat, ja, dat vind ik zelf ook altijd het leukste om een nieuwe plugin te gebruiken of om het lekker te compressen en het een bepaalde vibe te geven. Dat is te gek, maar we vergeten vaak om met het belangrijkste aspect van het mixen te beginnen en dat is het balanceren. Want vroeger noemden ze een mixtechnicus zelfs een balancing engineer. Dus iemand die de balans maakte. Want dat is wat mixen is. Mixen is het balanceren tussen volumes van verschillende instrumenten en zang. Mixen is het balanceren tussen lage en hoge frequenties. Enzovoort, enzovoort. Dus dat is heel goed om daarmee te beginnen. Want wanneer je een goede balans hebt, dan wordt de rest van je mix ook veel makkelijker. En kom je ook sneller tot een eindresultaat. Plus, als je een liedje gaat mixen wat je nog niet zo goed kent, of wat je misschien voor de eerste keer zelfs hoort, dan raak je meteen bekend met wat voor vlees je in de kuip hebt, om het zomaar eventjes te zeggen. Je gaat meteen horen wat de kwaliteit is van de opnames, wat op welke plek terecht moet komen, welke elementen er belangrijk zijn. Dus daar is die 10 minuten mix ontzettend goed voor. Want stel je begint al direct met equalizen en compressen en galmpjes toevoegen, dan weet je nog helemaal niet welke plek alle losse elementen in een mix moeten innemen. Dus daarom is het slim om te beginnen met het zetten van een timer van 10 minuten en niet langer dan 10 minuten daarover te gaan doen. Want als je meer tijd geeft, dan ga je dus ook meer tijd gebruiken om te focussen op dingen die niet heel belangrijk zijn. Oké, dus waar ga je op letten? Nou, ten eerste ga je alle faders op 0 zetten. Dat heb ik hier al gedaan, van het hele liedje. Ik heb alle panknoppen in het midden gezet. Dus dat ga ik zo ook doen. En ik ga het hele liedje afspelen en ik ga op zoek naar de belangrijkste elementen in het liedje. Daar ga ik mee beginnen om die een goede balans te geven. Dus, nou, ik weet al, omdat ik dit liedje zelf gemaakt heb, dat de zang natuurlijk het belangrijkste is. De tekst en de melodie die moet zo goed mogelijk verstaanbaar zijn. En het is een gitaarliedje, dus akoestische gitaar is een heel erg leidend instrument, ondersteund door de drums en de bas en de elektrische gitaren. De rest is eigenlijk allemaal opvulling. Dus die ga ik er als laatste bij inmixen, dat zul je zo meteen ook gaan zien. Dus ga op zoek naar wat de belangrijkste elementen zijn en zorg dat die zo goed mogelijk verstaanbaar zijn en zorg dat die een belangrijke plek hebben in de mix. Ja, dus wat ik ga doen is, ik ga hem gewoon helemaal afspelen. Ik ga er nu niet exact 10 minuten over doen, want dan wordt deze video te lang. Maar ik ga hem één keer helemaal doorlopen en dan
proberen zo goed mogelijk balans te maken. Yes, dan komt ie. Like I've never been found. I am chasing ghosts I know aren't there. I've got no place left to run to. Everything it seems is not as it seems. My eyes are open, but I can't see. I'm creating problems that I can't solve. I am dying to live again. I am ready. Oké, nou dat is de ruwe mix. Dat is mijn 10 minuten mix. En nu eventjes in 3,5 minuut gedaan. Maar in 10 minuten zou je dus dit liedje 2-3 keer kunnen afspelen en helemaal kunnen doorlopen. Maar je ziet dus dat in gewoon één rondje, één keer het liedje doorlopen, dat ik eigenlijk best wel al een aardige mix kan maken met alleen maar de faders en de panknoppen. Dus nu heb ik een goed startpunt om verder te gaan mixen. Want natuurlijk is het nog lang niet perfect, is het nog lang niet zo goed als dat het zou kunnen zijn. Maar nu is de balans in ieder geval goed en nu kan ik meer erin gaan duiken om EQ en compressie te gaan gebruiken. En om de mix nog beter te maken dan dat het nu is. Maar nu weet ik ook een beetje waar ik mee te maken heb, waar alles zich bevindt, hoe het klinkt, enzovoort, enzovoort. Nou, wat je misschien ook is opgevallen is dat ik niks gesoloed heb. Want het gaat nu puur eventjes om de hele context van de mix. Want je moet je bedenken dat de luisteraar straks niks in solo gaat horen. Maar de luisteraar vindt alleen belangrijk hoe de mix in zijn totaliteit klinkt. Hoe het liedje voelt. Nou, dat probeer ik nu al te benaderen door de mix in zijn geheel aan te pakken. En niks te gaan soloen.
Natuurlijk kun je dat op een gegeven moment doen als je wat problemen moet oplossen. Maar focus je eerst op de balans en ga daarna pas specifieker op dingen induiken. Als laatste wil ik je nog een mooie anekdote meegeven. En dat is een verhaal over het liedje Billie Jean van Michael Jackson. Dat zag ik een keer in een interview met Bruce Swedeen. Dat was de technicus die Billie Jean gemixt heeft en opgenomen heeft. En ze hebben 92 versies van de mix gemaakt. 92. Dus het was telkens niet goed genoeg en het moest weer opnieuw, opnieuw. En op een gegeven moment hadden ze 92 banden liggen van de mix. Maar de mix die het uiteindelijk geworden is, was mix nummer 2. Dus dat is bijna de eerste. En zo zie je maar dat de eerste indruk die je ergens van hebt, de eerste reactie die je ergens op geeft, vaak de beste is. Nou, daar is die timer dus ontzettend belangrijk voor. Dus geef jezelf maar 10 minuten. Beperk de tijd die je ergens voor zet, want dan zul je zien dat je ook sneller dingen gedaan krijgt en dat het eindresultaat beter is doordat je het minder gaat overanalyseren. Nou, dat is wat ik je graag mee zou willen geven vandaag. Ik hoop dat je daar wat aan hebt. Gebruik jij dit zelf nou ook al in je mix? Of zou je hier nog wat over willen weten? Laat het me dan weten hieronder in de comments. Dan heb je een vraag, dan beantwoord ik die ook graag. Dat rijmt. En ik wens je in ieder geval een hele fijne dag verder. Vergeet ook niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik maak wekelijks nieuwe video's met allerlei tutorials en uitleg over muziek maken in de home studio. Specifiek gericht op jou als je muziek maakt in je home studio. Dus abonneer en vergeet dit filmpje ook niet te liken. En dan heb ik nog één ding voor je en dat is een home studio startersgids. Die kun je gratis downloaden. Dat is mijn cadeautje aan jou als bedankje voor het kijken van deze video. En die kun je gratis downloaden door op de link hieronder te klikken. En dan wens ik je heel veel succes en tot de volgende keer. Ciao!